Te midden van een zeer turbulente periode bestaat de National Carrier van Suriname vandaag 60 jaar. Onze redactie verneemt dat alle plannen voor zelfs een ingetogen herdenking zijn afgelast. Alhoewel de nieuwe maatschappij van Ronald Kappel en Herman van Eyck op 1 januari 1955 een feit werd onder de naam Surinaamse Luchtvaartmaatschappij, wordt de datum van 30 augustus 1962 aangehouden als oprichtingsdatum. Op die dag werd oprichter van Eyck uitgekocht en werd de SLM een staatsbedrijf. Haar eerste eigen toestellen kwamen rond de onafhankelijkheid. Op 2 november 1975 werd de eerste transatlantische vlucht uitgevoerd met het vliegtuig genaamd 25 november, terwijl de regionale vluchten met de Chongqing werden uitgevoerd. Op dit moment gaat het bedrijf door turbulente perioden, wat de vorige week resulteerde in de ontslagaanvraag van ex-directeur De Haan. De waarnemend directeur is de piloot Stephen Gunesh, die ons vanwege ziekte niet te woord kon staan. Op deze bijzondere dag voor de SLM is de Nationale Assemblee samen met president Santokki in comité-generaal bij elkaar om de huidige perikelen tot in detail te bespreken.